Sta ik dichtbij of ver af? Nu ben ik heel klein, want ik sta heel ver weg. En nu ben ik iets groter. En nu nog iets groter. En nu ben ik heel groot in beeld. Dit is een prachtige schilderij. Het is al heel oud, want het is geschilderd in 1500, ruim 500 jaar geleden. En alles is heel precies. Kijk maar. Naar de bloemen op de grond, het eten op de tafel, de houten borden. En zijn ze daar nou bier aan het drinken? Maar hoe precies het ook is geschilderd, toch klopt er iets niet. Er is iets vreemds aan. Het zou nooit een foto kunnen zijn. Maar kijk maar naar die man hier vooraan, met dat hele kleine gezicht. Zijn hoofd staat heel raar gedraaid op zijn lichaam. Het past niet bij elkaar. En die andere man aan de tafel, die is heel groot in vergelijking met die mensen aan de andere kant van de tafel. Dat is toch vreemd? Want waarom zou een schilder dat eigenlijk doen? Dat doet hij dus expres, want hij wil duidelijk maken om wie het gaat in dit schilderij. En dat is dus Jezus, die grote man daar. Wat misschien nog wel vreemder is, is deze tafel. Want staat die tafel niet hartstikke scheef en zal niet al het eten eraf moeten vallen? Dat komt dus omdat je op twee verschillende manieren in die kamer kijkt. Kijk maar naar de tafel, want die is geschilderd alsof je op een trapje staat en bovenop de tafel kijkt. En de kamer is geschilderd alsof je op de vloer staat en recht in de kamer kijkt. Dat zijn dus twee verschillende perspectieven. En dat klopt dus eigenlijk niet. We hebben de camera nagemaakt. Als de camera nog wat zakt, ja zo, zie je de kamer zoals hij op het schilderij staat afgebeeld. Let maar op de lijnen van de stenen, die zijn net als die op het schilderij. Maar als ik er nu twee figuurtjes en de tafel inzet, dan zie je dat die weer heel anders op het schilderij staan afgebeeld. Want daarvoor moet de camera weer veel meer naar boven, zoals nu. En dan zie je dus twee verschillende perspectieven. En dat klopt dus niet. Deze schilder wist heel goed hoe je dichtbij en veraf moest weergeven. Want alles lijkt net een foto. En deze schilder, Pieter Sanderendam, die leefde in de 17e eeuw. En inmiddels hadden ze al ontdekt hoe je perspectief moet weergeven op een schilderij. En dit schilderij maakte hij in 1662. En hij had toen nog geen fototoestel, want die bestonden toen nog niet. Maar hij gebruikte wiskunde en meetkunde om perspectief in zijn schilderij te krijgen. Want met meetkunde kun je dat wat je ziet, dus 3D, weergeven op een plat vlak. Dat is dus 2D. Dat is een heel mooi trucje. Als je goed kijkt, dan zie je een klein gaatje zitten. Daar had Pieter Sanderendam een speld in geprint. En daarnaast legde hij allemaal touwtjes en die kwamen weer bij elkaar. En dat heet dan weer het verdwijnpunt. En langs die touwtjes schilder hij de gebouwen. En zo kreeg je eigenlijk diepte in het schilderij. Dat is dat hele mooie trucje. Pieter Sanderendam die vond het heel belangrijk dat alles precies wordt geschilderd. Maar toch klopt er iets niet. Als je goed kijkt, zou dit geen foto kunnen zijn. Want kijk maar naar die kinderen hier in het midden en naar die man daarachter. Die kinderen lijken heel klein en die man weer heel erg groot. En dan heb je nog hier iemand, een kindje die een kar aan het trekken is. Die lijkt dan weer een klein duimpje vergeleken met die grote man. Dat is toch raar? Een schilder die dat zo belangrijk vond, hoe kan er dan iets niet kloppen? Het zou zo kunnen zijn dat een hulpje van Sanderendam in het atelier al die figuurtjes moest schilderen. En dat kan verklaren waarom het niet helemaal klopt. Hoe perspectief werkt kun je heel goed zien bij deze muurschildering van Jan van der Ploeg uit 2006. Nog niet zo lang geleden dus. Want als je recht op de muurschildering kijkt, dan zijn de lijnen recht. En als je schuin kijkt, dan zijn de lijnen schuin. Met meetkunde en wiskunde kun je dus hele mooie trucs uithalen in de kunst.